Mijn naam is Jan van den Ploeg. Ik ben beeldend kunstenaar uit Amsterdam en ik ben de ontwerper van de muurschildering waar vandaag een aanvang mee wordt gemaakt met de uitvoering. Door een Roosje, dus de poptempel hier in Nijmegen, die heeft ongeveer 10 jaar geleden zijn nieuwe behuizing gekregen. En zoals de meeste mensen en jullie het zelf waarschijnlijk wel kennen, de buitenkant was vrij grijs met een beleiding. En toen ik destijds 10, 12 jaar geleden de opdracht kreeg om voor de fietstransferium, de fietsstalling hieronder, een kunstontwerp te maken voor een kleurrijke muurschildering, heb ik toen destijds bedacht om die muurschildering als het ware door te trekken naar de buitengevel van Doornroosje. En daar is vrij lang naar gekeken en er waren voor's en tegens, maar nu eindelijk en na 10 jaar is er besloten om die muurschildering alsnog uit te voeren. In 2014 werd het ontwerp al getekend, maar is meerdere keren door verschillende redenen niet door kunnen gaan. Vandaag kon er dan toch begonnen worden met het schilderen. Ja, dat is eigenlijk niet ineens. In 2014 vonden we eigenlijk het sowieso al een goed idee om de gevel te voorzien van een kleur in plaats van het grijs wat er nu op zit. Maar toen is het niet doorgegaan. Eigenlijk zijn we sindsdien aan het kijken of we het alsnog konden laten uitvoeren. Dus bijvoorbeeld in 2018 is er nog een heel serieus plan geweest. Zijn de eerste echte tekeningen helemaal uitgevoerd. Ook toen is het gesneuveld. En nu, eindelijk in 2023, zijn we zover dat we het ook daadwerkelijk laten uitvoeren. Nou, in eerste instantie kwam dat doordat het niet de bedoeling was om het kunstwerk ook daadwerkelijk op die gevel aan te brengen. Dus het was niet een onderdeel van het plan. En de commissie die ging over hoe het station eruit zou komen te zien, die zei ja, we vinden dat op dit moment niet een gepaste invulling. En in 2018 zijn we er nog eens een keer met elkaar over gaan praten, met de gemeente ook. En toen sneuvelde het eigenlijk bij de Vereniging van Eigenaren. Die vonden dat we dat misschien op een andere manier zouden moeten aanvliegen, misschien om een nieuwe uitvraag te doen. Maar eigenlijk vanuit Doornroosje gezien hebben we altijd gezegd, dit vinden we juist een goede invulling, omdat het een abstracte vertaling van diversiteit is, zou je kunnen zeggen. Zo zien we ook graag diversiteit in ons pand. De gemeente is positief over het idee en het ontwerp voor de muren van Doornroosje. Nou ja, de gemeente Nijmegen is heel blij met dit fantastische pand, hè, waar zowel fietsenstalling is, een poppodium Doornroosje en studentenhuisvesting. En vandaag wordt er een kunstwerk aangebracht. En wij denken dat dat heel goed past bij de uitstraling van poppodium Doornroosje. Nou, kijk, Doornroosje is toch een plek waar heel veel gebeurt, flitsende optredens. Waar het publiek ook af en toe echt uit zijn dak kan gaan. Ja, en dan passen die kleuren, die flitsende kleuren, die passen eigenlijk wel heel goed bij het dynamische karakter van Doornroosje.